Nou, je hoort al, dit is ook weer een track met echt een super lange synth. Dus wat we dan gaan doen, is we gaan weer op zoek naar een track waarvan je weet van ja, die heeft wel meer kortere geluidjes. Deze is sowieso super vet. En zoals je ziet, komt er weer een break aan. Filter open. Nou, zullen we een keertje wat anders doen? Een reverb. De reverb is sowieso heel vet. Dat gebruiken, ja, ik denk elke producer ook wel in hun tracks. Maar wat super vet is aan deze DEM, vooral in de Nexus 2, is dat die reverb, die maakt het echt zo wow, vet. Snap je? Dat is super vet. Je kan ook pedalen nemen natuurlijk, extra als toevoeging bij je setup. Maar wat natuurlijk wel heel erg vet is, is dat je dat gewoon met je mixer kan creëren. En ook wel bijzonder. Dus hoef je eigenlijk niks mee te nemen. Open. Open. Uit. Nou, zoals je ziet, we zitten al richting het einde van de track. Dus we gaan weer terug naar 142.1. Waar we deze set dan begonnen. Weer de pedalen open. Nou, we hebben een loop voordat je naar het einde gaat. Nou. Ga weer luisteren. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Start. Nou, je hoort het al. Hij zit er al weer helemaal eraf. Dus je gaat weer bijdraaien. En je hoort al, je moet hem wel een stukje bijdraaien. Want hij staat in het midden, hè. Dus je moet best wel een stukje nog bijdraaien. Dus je hoort nu. Oh ja, lekker. Ja, je hoort al, hij is goed. Nou, gaan we weer terug naar het begin. Nou. Kick uit, vult een beetje aan en dan gaan we weer terug. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, start. Nou, je hoort al, deze zit al veel beter op dan hoe we het net deden. Filter open, dicht. En je hoort al, hij gaat er alweer een beetje naast zitten, dus dan moet je weer bijsturen of weer terugsturen. En je hoort al, ik heb hem ook te veel bijgestuurd, dus ik duw hem weer terug. Filter aan. Om dat effect te creëren, kan je ook met die reverb doen. Uit. Kick in. Terugdraaien, filter open, kick uit van de rechterkant, maar wel de inlaat nog. Je kan horen, deze kick is echt een stuk harder, luister maar goed, de kick is veel harder. En je hoort ook als je te veel bijrijdt of te terug, want kijk als je zo doet, dan gaat hij dan helemaal weer mis. Dus je moet echt rustig bijdraaien, echt rustig, niet snel. Want dan gaat hij er al gelijk uit met de harde kicks. Nou, wat je dan kan doen, is deze een beetje uit gaan laten lopen. Want je gaat toch richting het einde. En hier ook. En je hoort al, er komt iets. Ze draaien de midden een beetje eruit, maar niet helemaal. Want dit is vet. Reverb. En uit. Dat is zeg maar gewoon het proces. Die reverb is gewoon super vet. Gewoon super vet. Dus ga je weer terug. En je hoort al, dit is alweer wat harder, wat sneller. Dus ja, wat we dan gaan doen is, dan gaan we gewoon ook wat sneller draaien. We hebben nu al best wel een geruime tijd 142 gedraaid. Maar wat nou als we hem gewoon wat sneller zetten? Gewoon 144. Dat is ook gewoon prima. 144. En dit is volgens mij ook gewoon het tempo hoe die is gemaakt. Nou, gaat hij weer. Nou, alles weer terugzetten naar het midden inclusief filter moet je weer terugzetten. En dan ga je weer op zoek naar iets anders. Nou, je hoort het al, het gaat een beetje zo. Eentje van die space en de diepjes geluiden. En wat je dan gaat doen is super vet als je gewoon
ja, weer iets tegenovergestelde weer erin gaat mixen. Dat vind ik altijd wel leuk. Nou, zoals je ziet, dit is al best wel een snelle track. We gaan hem terug pitchen naar 144. En dan gaan we luisteren. Eigenlijk gebeurt er niet heel veel bijzonders in deze track. En dat maakt deze track juist alleen maar leuker om het weer door te mixen met iets wat je, wat totaal tegenovergesteld is. Nou, je hoort al, de break komt eraan. En uit, effect. Gaan we weer terug naar echo. Zet hem op 1-2. Filter open. Echo open. 1/16. En uit. Je hoorde al, ik was al te laat. Dus we gaan hem terugzetten. Ik wil het wel goed doen. Dus je gaat het terug. Open. Filter open. 1/2. Filter terug. 1/16. En uit. Hoor je hoeveel verschil dat kan maken als je hem gewoon letterlijk nog eens een seconde te laat doet? Dat maakt echt wel zo'n verschil, dus probeer dat gewoon echt jou te letten. Ja, je bent ook gewoon een mens, dus je kan en mag ook gewoon fouten maken. Maar ik vind het altijd wel lekker om wel echt super goed geconcentreerd op losse dingen te doen. Nou, zetten de filter sowieso weer terug op 1-2, want dat blijft gewoon voor mij de beste stand, zeg maar, voor de echo. Dan ga je weer luisteren. Je hoort inderdaad gewoon weer die bliepjes geluiden. Nou, gaan we er 1, 2, 3, 4, start. Je hoort al, deze moet wat harder, deze plaat. Nou, je hoort al. Hij zit er helemaal niet goed op. En nu wel. Nou, dan ga je weer terug naar het begin. En dan ga je hem gewoon weer. Filter open. Kick langzaam de in van deze plaat. Nou, je hoort al. Gaat er lekker op. Hier zijn die rijtjes al ingekomen. Filter open. Uit.